Waarom is dit een pedofiele vlag? Waarom maak ik mezelf soms bewust onpopulair bij vele Vlamingen? Waarom moet de LGBTQI+ beweging ophouden te bestaan? En waarom moet chirurgische geslachtverandering verboden worden? Je komt het allemaal te weten in deze video. Nu, waarom is dit een pedofiele vlag? Laat ons beginnen bij het begin. Dit is wat in de volksmond de regenboogvlag wordt genoemd. Er is sinds de jaren 70 het symbool voor de homobeweging. In het begin was het een symbool dat echt enkel geassocieerd werd met de politieke homobeweging. Tegenwoordig is het nog steeds een symbool voor die homobeweging, maar is het ook meer en meer een symbool geworden voor de holibiegemeenschap aan zich. Hier vallen dus homo's, lesbiennes en biseksuelen onder. Hoewel de mensen die deze beweging en dit symbool hebben bedacht Wellicht niet de beste bedoelingen hadden, heb ik de regenboogvlag nooit een pedofiele vlag genoemd. En holobies natuurlijk ook nooit pedofielen. Voor alle duidelijkheid: de regenboogvlag is en blijft het symbool van een ultra-progressieve politieke beweging. en moet uit onze overheidsgebouwen en uit onze scholen worden geweerd. Maar er is nog altijd een heel groot verschil met de vlag die ik een pedofiele vlag heb genoemd. en dat is deze vlag. Door progressief links de inclusive progress pride flag genoemd. Maar een correctere benaming is de vlag van de genderideologie of om het wat duidelijker te maken de pedofiele vlag. Velen noemen het de pedofiele vlag omdat het babyblauw en het babyroze dat wordt gebruikt in de inclusive progress pride flag ook wordt gebruikt in de vlag van de MAPs, de MAPs. En dat is de afkorting voor Minor Attracted Persons. Dat is een eufemisme dat door progressieven werd bedacht en gebruikt om te verdoezelen dat het in realiteit om pedofielen gaat. Maar dat is niet de reden dat ik de Inclusive Progress Pride Flag een pedofiele vlag heb genoemd. Ik doe dat omdat deze vlag het symbool is van genderideologie en omdat genderideologie ontwikkeld is door pedofielen en leidt tot de seksualisering en het misbruik van. Kinderen. Ten eerste, genderideologie is al vele decennia in the making. Ik ga hier niet het hele verhaal doen van de seksuele revolutie, maar ik zal snel enkele van de grondleggers ervan overlopen. We beginnen bij Dr. John Money, die de term gender uitvond en de stelling de wereld instuurde dat gender losstaat van geslacht en dat gender een sociaal construct is. Hij bewees die stelling met een wetenschappelijk experiment waarmee hij beweerde dat geslachtsverandering succesvol kan zijn omdat je iemand die geboren wordt met het mannelijke geslacht gewoon een vrouwelijk gender kan aanleren. Het gevolg van dit succesvol experiment was dat heel veel invloedrijke sociale en medische wetenschappers de stelling van Dr. John Money gingen napraten en zo chirurgische geslachtsverandering gingen invoeren als iets normaals. Dit is de reden waarom we vandaag chirurgische geslachtsverandering aanvaarden en zelfs subsidiëren, en het is de reden waarom transgenderisme wordt aanvaard en de stelling 'gender is een sociaal construct' wordt aangeleerd op heel wat linkse universiteiten. Maar wat bleek vele jaren na het succesvolle experiment van Dr. John Money wel dat het allemaal gelogen was. Wie een sterke maag heeft en er niet mee in zit, dat hij enkele nachten niet zal kunnen slapen van de woede. Die dit boek opwekt, raad ik aan om: As Nature Made Him, the Boy Who Was Raised a Girl te lezen. Dit biografische boek vertelt het verhaal van David Reimer, de jongen waarop Dr. John Money experimenteerde. Voor hij minder tijd heeft of een minder sterke maag, vat ik de feiten kort samen. In 1966 zorgde een mislukte besnijdenis ervoor dat de acht maand oude David Reimer geen volledige penis meer had. Dr. John Money hoorde hiervan en overtuigde de ouders van David dat het beste wat ze konden doen voor hun zoon was om hem een chirurgische geslachtverandering te laten ondergaan. John Money deed dit natuurlijk niet uit bestwil voor het kind, maar wel om zijn stelling dat gender een sociaal construct is en geen biologisch feit te kunnen bewijzen. John Money die kon de ouders met heel wat leugens dan toch overhalen en nog voor hij twee jaar oud was, onderging David. Een chirurgische geslachtsverandering waarbij zijn mannelijke geslachtsorganen volledig werden verwijderd en waarna hij werd opgevoed als een meisje. David, die vanaf nu Brenda heette, kreeg ook vrouwelijke hormonen toegediend. Vanaf dat moment begon John Money papers te publiceren waarin hij de geslachtsverandering succesvol noemde en waarmee hij naam en faam verwierf. Als je deze geforceerde chirurgische geslachtsverandering op een jong kind al misselijkmakend vindt, Zet je dan schrap, want het wordt nog veel, veel erger. En voor de duidelijkheid van deze video en uit respect voor David Rimer, ga ik hem David blijven noemen. Maar onthoud dus dat vanaf twee jaar oud David door John Money en door zijn omgeving Brenda werd genoemd. Vanaf zesjarige leeftijd liet John Money bij wijze van zogezegde therapie hardcore pornografie zien aan David en zijn tweelingsbroertje en dwong hij de twee zesjarige broertjes om de getoonde standjes zelf na te doen. Ik ga hierover niet te veel in detail treden, omdat ik er dan zelf razend en kotsmisselijk van word en wat deze video dan zeker verbannen zou worden. Maar wie meer wil weten over wat die gendertherapie en die geslachtsverandering van John Money allemaal inhield, moet het boek maar eens lezen of googlen. Wat je wel nog moet weten, is dat John Money ook opnames maakte van de kinderen die seks hadden met elkaar en dat John Money later verklaarde dat hij er niets verkeerd aan vond als een jongetje van tien jaar seks had met een oudere man zolang er een oprechte band is tussen de twee. Chance dat die vieze pedofiel al dood is of ik had dingen gedaan waardoor ik de komende dertig jaar video's zou moeten maken vanuit de gevangenis, vrees ik. Om het verhaal al helemaal intrist te maken, moet je ook nog weten dat zowel David Reimer als zijn tweelingsbroer op volwassen leeftijd zelfmoord pleegden Omwille van de trauma's die ze hadden opgelopen door de therapie van John Money. Ondanks het feit dat David Reimer verklaarde dat hij zich, ondanks zijn opvoeding als vrouw en het feit dat John Money en zijn ouders hem heel lang zijn blijven wijsmaken dat hij een vrouw was, nooit een vrouw heeft gevoeld, schreef John Money toch dat de geslachtsverandering een succes was. De waarheid kwam pas heel, heel laat aan het licht, omdat John Money de namen in zijn experiment had veranderd om zo gezegd. De anonimiteit van zijn testpersonen te garanderen. En zelfs toen de waarheid vele jaren later, in 1997, pas aan het licht kwam, bleef de controverse beperkt, omdat John Money intussen als grondlegger van de genderideologie een heldenstatus had verworven in linkse en progressieve academische kringen. Toen een journalist John Money confronteerde met het feit dat zijn onderzoek om aan te tonen dat gender een sociaal construct is en dat chirurgische geslachtsverandering succesvol is, gestoeld werd. Op totaal vervals bewijs reageerde John Money dat iedereen die zegt dat zijn stelling niet klopt, bigots zijn die gewoon beweren dat vrouwelijkheid en mannelijkheid in de genen zit omdat ze willen dat vrouwen terug naar de keuken gaan. Dit statement werd natuurlijk op applaus onthaald door de linkse media die hun eigen verantwoordelijkheid ook liever uit de weg wilden gaan. De grondlegger van de genderideologie en de voorvechter voor geslachtsverandering is dus een vieze pedofiel. Die een kind dwong tot chirurgische geslachtsverandering om nadien over het resultaat te liegen, om vele duizenden mensen in dezelfde dodelijke afgrond te duwen als zijn originele testsubject David Reimer. Ik heb niet de tijd om hier alle grondleggers van de genderideologie en de seksuele revolutie één voor één uitgebreid te overlopen. Maar ik zal toch nog een aantal andere belangrijke actoren kort aanhalen. Wil je trouwens dat ik daar wel de tijd voor heb en de middelen voor heb in de toekomst, neem dan een abonnement op www.kiesdries.be slash abonneer. En zo kunnen wij meer en betere video's maken en krijg jij ook mee. Inspraak. Nou, wow. nog een aantal belangrijke grondleggers van de genderideologie. Ten eerste, Michel Foucault. Die wordt in het milieu wel eens de godfather of queer theory genoemd. Een ander woord voor genderideologie. En deze bekende Franse professor die in 1984 stierf aan aids, maar wiens werk er op vandaag een heel grote invloed heeft in de academische wereld, die vond dat de mens seksueel moest worden bevrijd. Foucault was in zijn beginjaren een typische marxist en lid van de communistische partij. Maar naarmate de jaren vorderden, veranderde zijn strijd van die van een emancipatie van de arbeidersklasse naar die van de emancipatie van andere gemarginaliseerde groepen zoals queers. Een ander woord voor alles wat niet hetero is. Dit is trouwens een evolutie die vele marxisten toen doormaakten. Toen bekend begon te worden dat het economisch marxisme totaal had gefaald, veranderde ze naar een cultureel marxisme. In Foucault's geval richtte dat cultureel marxisme zich vooral op het seksuele vlak en dan meer bepaald op de normalisering en de emancipatie van pedofielen. Wat toen nog niet bekend was, maar wat iedereen toch intuïtief had moeten weten was dat professor Foucault zelf een pedofiel was. Toen hij in de jaren 60 les gaf aan de Franse Universiteit van Tunis in Tunesië, op dat moment nog een Franse kolonie, had hij veelvuldig seks met kleine jongetjes. Een toenmalige vriend van Foucault zou later over deze feiten verklaren dat Foucault in Tunesië dingen deed met kinderen van een extreem morele lelijkheid. En dat Foucault betaalde om kinderprostituees te kunnen misbruiken op het Kerkhof. Dit is niet zomaar pedofilie. Er is nog erger. Dit is echt het meest gore, schandelijke dat een mens kan doen. En dan nog eens met kinderen. Toch lekten deze verhalen rond pedofilie pas uit na Foucault's dood en hebben ze zijn gigantische impact op het hedendaagse denken rond seksualiteit, gender en de seksuele revolutie haast onaangetast gelaten. Iemand met een beetje gezonde intuïtie had het nogthans moeten weten. Want Foucault die diende in 1977 samen met een heleboel andere Franse filosofen en intellectuelen die voorvechters waren van de seksuele revolutie en de genderideologie, een petitie in bij het Franse parlement om de age of consent, dat is de leeftijd vanaf wanneer je legaal seks mag hebben, om die af te schaffen en pedofilie dus te legaliseren, zelfs bij kleine kindjes. Foucault die argumenteerde dat je seks kan hebben met kinderen zonder dat ze daardoor beschadigd zouden worden. Onder de andere ondertekenaars van deze petitie om pedofilie te legaliseren waren invloedrijke filosofen en intellectuelen als Jacques Derrida, Simon de Beauvoir, Jean-Paul Sartre en vele anderen die mee de seksuele revolutie en de genderideologie vorm hebben gegeven waar wij vandaag in opgroeien. Veel onder jullie... Zullen hiervan schrikken. Maar besef dus goed dat Foucault en zijn vele invloedrijke Franse collega's, waarvoor ik de tijd niet heb om hen allemaal te bespreken, tot op vandaag gigantisch veel invloed hebben en met hun perverse genderideologie echt doorgedrongen zijn in al onze universiteiten, in de media en nu zelfs in de politiek. Nog zo iemand is trouwens Gail Rubin. Haar werk, uit 1984 genaamd Thinking Sex wordt op Wikipedia en in de vakliteratuur omschreven als a founding text of queer theory, of de genderideologie. In haar werk verdedigt ze de vormen van seks die door de gemeenschap als negatief worden aanzien, zoals pedofilie. Ze argumenteert dat het niet is omdat we iets niet leuk vinden dat het daarom verboden moet worden. Ze schrijft het te betreuren dat pedofilie zo wordt gestigmatiseerd en dat pedofielen daardoor veel te weinig voorvechters hebben van hun rechten. Ze trekt zelf de parallel met homoseksualiteit en vindt dat pedofielen, net zoals homoseksuelen, meer voorvechters moeten krijgen van hun rechten. Alsof dat pedofilie nog niet genoeg trivialiseert, zegt Gail Rubin ook dat pedofilie net zoiets is als een voorkeur voor pikante voeding. In 2011, bijna 30 jaar later, zegt Gail Rubin dat haar werk thinking sex, bekeken moet worden in de tijdgeest en dat ze niet de bedoeling had om pedofilie goed te praten. Deze bocht van Gail Rubin die verandert echter niets aan het feit dat haar werk, dat wel degelijk pedofilie goed praat, nog steeds fungeert als een van de stichtende werken voor de genderideologie die op vandaag, onder meer door Gail Rubin zelf, nog steeds wordt gedoseerd aan de meeste universiteiten. Een andere voorvechter, want ik ga, ik ga er nog heel wat kunnen benoemen, een ander voorvechter van de genderideologie is Daniel Cohen-Bendit. Hij was een van de frontmannen van de Mei-68-beweging die die seksuele revolutie overal in het Westen deed losbarten. Daniel Cohen-Bendit schreef later een boek over hoe hij in de jaren 70 seks had met kinderen en hij zou later tijdens televisie-interviews pedofilie openlijk zelfs verdedigen. Ondanks de controverse die hier in 2001 eindelijk over ons stond, werd Cohen-Bendit een jaar later gewoon verkozen tot fractievoorzitter van de coalitie van groene partijen in het Europese parlement. Een uiterst invloedrijke functie die hij tot 2014 zou blijven uitvoeren. Ook Cohen-Bendit zou, net zoals vele andere voorvechters van de genderideologie, later zijn pedofilie goed praten door te zeggen dat het allemaal niet zo bedoeld was. Waardoor vele academici en politici tot op vandaag het politieke streven van deze pedofielen loszien van hun pedofiel zijn. Een grote, grote, grove fout natuurlijk. Nog een paar namen zijn Patrick Califia, een invloedrijke transgender man die boeken en artikelen schrijft over queer theory. Hij zei het, noem het hoe je wil, schrijft zo onder meer. Ieder kind dat oud genoeg is om te beslissen of het spinazie wil eten, wil spelen met autootjes of schoenen wil dragen, is oud genoeg om te beslissen of het naakt wil rondlopen, op iemands schoot wil zitten of seks wil hebben. Walgelijk gewoon. Dan Judith Butler, een van de bekendste hedendaagse auteurs over gender studies, hè, nog zo'n synoniem voor de genderideologie, die vindt ook dat pedofilie moet worden genormaliseerd. Ik zoek het trouwens gerust op op Wikipedia, alles wat ik hier zeg. Bijna alles wat ik zeg, staat daar gewoon te lezen op Wikipedia. De werken van Judith Butler die worden op vandaag wereldwijd gebruikt in het onderwijzen van die genderideologie. Heel zorgwekkend, want zij schrijft dingen als Incest hoeft niet automatisch traumatiserend te zijn. Het wordt traumatiserend door het sociale stigma dat ermee gepaard gaat. dan. En kijk, ik kan zo nog uren doorgaan. Die lijst die is gewoon eindeloos. Bijna alle voorvechters van de genderideologie die praten pedofilie goed. Mocht iemand het niet met mij eens zijn, wil ik dagen uit. Noem mij een van die genderideologen die zich heeft uitgesproken tegen pedofilie. Je gaat er geen enkele vinden. Wat je wel nog zal vinden, is een eindeloze lijst, tientallen, honderden van die belangrijke genderideologen, van die verspreiders van de genderideologie, die betrapt zijn op pedofilie, of op zijn minst pedofilie, hebben goed gepraat. Een walgelijke club waarvan ik niet begrijp dat zoveel mensen het willen uitdragen. Het staat dus onomstotelijk vast dat genderideologie werd ontwikkeld door pedofielen en door enablers van pedofilie. De reden waarom deze theorieën zo'n gretige aanhang vonden, zou een video of zelfs een boek nodig hebben op zich. Maar kort uitgelegd komt het omdat de seksuele revolutie die plaatsvond sinds de jaren 60 ervoor zorgde dat de klepel volledig doorsloeg richting progressivisme. Vele perverten zagen daarin een goede opportuniteit om hun pedofilie te verheffen tot een soort verzet tegen de gevestigde orde. Pedofilie was abnormaal en het daarom goed. Want de norm, het normale, had twintig jaar voordien gezorgd voor het fascisme. Volgens hen het ultieme kwaad. Naast de genderideologie vallen trouwens nog vele andere verderfelijke ideologieën uit die tijdsperiode te kaderen binnen een wanhopige poging van marxistische intellectuelen om het Westen op zo'n manier te deconstrueren dat het fascisme nooit meer mogelijk zou worden. En hoewel hun voorstellen meestal verschrikkelijk waren van aard. Met als duidelijkste voorbeeld het legaliseren van pedofilie, werden ze toch serieus genomen en vaak zelfs aanvaard, omdat ze gekaderd werden als een manier om ervoor te zorgen dat het fascisme dat er was gekomen door het traditionele gezin en door traditionele waarden, zoals seksuele terughoudendheid, mannelijkheid en zo, nooit meer zou kunnen terugkeren. Ik ben velen onder jullie wellicht aan het verliezen omdat je nogal wat historische en filosofische kennis nodig hebt om te kunnen volgen mee in deze redenering. Dus ik keer terug naar de essentie van deze video. De grondleggers van de genderideologie die zijn dus pedofiel. Dat hebben we zo net besproken. Maar ook de ideologie zelf die is gevaarlijk voor kinderen. Levensgevaarlijk zelfs. Doordat de genderideologie voorschrijft dat iedereen zich zomaar kan identificeren als iemand van een ander geslacht. En dan zelfs als iemand van een andere leeftijd kunnen volwassen mannen zomaar binnenwandelen in de kleedkamers en toiletten van minderjarige meisjes. Dat gebeurt trouwens nu al. En zoals je al kan raden, gaat dat gepaard met seksueel misbruik door de perverten die zich daarmee bezighouden. Nog gevaarlijker zijn de chirurgische geslachtsveranderingen die worden uitgevoerd. Kinderen krijgen nu al heel vaak hormonenblokkers die ervoor zorgen dat ze geen puberteit krijgen en hun geslachtsorganen niet ontwikkelen zoals het hoort. Kwetsbare kinderen met psychologische problemen die krijgen dus ergens op internet of tegenwoordig al op televisie of in de school te zien dat ze aandacht krijgen als ze beweren dat ze zich eigenlijk voelen als iemand van het andere geslacht. En die zeggen dat dan tegen hun ouders of tegen de leerkracht. Omdat het de dag van vandaag al, bijna strafbaar is om dit tegen te spreken. In sommige westerse landen kunnen je kinderen zelfs worden afgenomen door de staat als je hen probeert tegen te spreken wanneer ze zeggen dat ze transgender zijn. Wel daarom geven vele ouders toe en gaan ze dan met hun kind naar een transgenderkliniek. En die klinieken die hebben tegenwoordig door de doeltreffende genderideologie-propaganda zelfs al wachtlijsten voor kinderen. De kinderen die krijgen daar dan hormonenblokkers toegediend die hen onvruchtbaar maken en die hun leven onherstelbaar verwoesten. Later worden dan hun borsten geamputeerd of hun penis verwijderd om een valse vagina te steken. Dit is in realiteit niet meer dan een open wonden die je met een stok waar watergaatjes in zijn iedere dag voor de rest van je leven moet gaan dilateren. Een procedure die zo pijnlijk is, zo vies is dat vele geopereerde transgenders van flauw vallen en dat de pijn er uiteindelijk voor zorgt dat ze zelfmoord plegen. Zo'n gruwelijke dingen doen wij dus jonge mensen aan die vaak gewoon depressief zijn of andere psychologische problemen hebben. In plaats van hen te helpen, duwt deze maatschappij hen de marteldood, in, allemaal in de naam van die verderfelijke genderideologie. En je mag trouwens die marteldood echt letterlijk nemen. Hè? In Nederland, een land dat zich steeds wil positioneren als een progressief en vooruitstrevend land, geeft men al langere tijd puberteitsblokkers aan kinderen met psychologische problemen, die beweren dat ze eigenlijk iemand van het andere geslacht zijn. En hoewel in 95% van deze kinderen later gewoon wel blij is met het geslacht dat ze hadden bij de geboorte, kiezen zogezegde transgender-dokters er toch voor om deze kinderen allemaal hormonenblokkers te geven en hun leven daardoor onherroepelijk te verwoesten. En bij een van die kinderen die hormonenblokkers had gekregen, ging ze in 2016 in Nederland op 18-jarige leeftijd dan over tot een chirurgische geslachtsverandering. Deze jongen die de... Dokters wilden ombouwen tot een meisje. Die had al vanaf jonge leeftijd hormoonblokkers gekregen en die had daardoor geen normaal ontwikkelde penis. Dat was problematisch, want bij het creëren van een valse vagina wordt vaak de huid van de penis gebruikt om een vagina te construeren. En omdat de penis te klein was door die hormoonblokkers en daardoor dus te weinig huid had, hebben deze Frankenstein-genderdokters er niet beter op gevonden dan een stuk van de darm te nemen om een vagina te construeren. Als directe gevolg van deze bizarre chirurgische operatie waarbij dus een stuk darm werd geplaatst waar de oorspronkelijke penis van die jongen zat, liep deze jongen nu zogezegd een meisje een vleesetende bacterie op, op die plaats. En die jongen, die kreeg nog een intraveneuze, zware antibiotica toegediend en er werden nog een heleboel vuiligheid uit die nieuwe vagina gehaald, maar dat mocht niet baten. En die jongen, die stierf. Er zijn een hele waslijst van dit soort verhalen, waarbij kwetsbare, kwetsbare kinderen en volwassenen met vaak zware psychologische problemen op de meest gruwelijke manier aan hun einde komen bij van dit Frankenstein-achtige soort procedures. En iedereen Iedereen die bij dit soort martelingen en verminkingen betrokken is, van, van de chirurg die het doet, tot de assistenten die het materiaal aangeven, tot de politici die dit goedkeuren en subsidiëren, tot de ouders die ervoor toestemming geven, die mogen voor mijn part. En dan. En daarna. En als er dan nog zijn die. Dan laten we die. Tot ze. Echt razend word ik hiervan. Ik ga even moeten pompen, want anders gaan hier dingen in de studio sneuvelen, denk ik. En dat is hier heel duur materiaal. Een paar moments later. Bon, we gaan verder. Ik wil van deze video vanaf, want die is niet goed voor mijn humeur. Nog een vorm van kindermishandeling door transgenderisme zijn de vrouwen die testosteron innemen om een man te worden, maar tijdens die hormone replacement therapy toch zwanger geraken. Hormonen die zijn extreem belangrijk in de ontwikkeling van een kind in de baarmoeder, maar soms, zelfs gewoon om een pro-transgender statement te maken, worden die zogezegde transmannen toch zwanger, om dan met een zwangere buik en testosteronbaard in de krant te kunnen staan en te worden toegejuicht door transactivisten. Die kindermishandeling die begint dus al in de baarmoeder. Genderideologie is dus ontwikkeld door pedofielen en het zorgt ervoor dat kinderen worden mishandeld en geseksualiseerd, Dat zal iedereen die deze video bekijkt intussen wel begrijpen. Veel van de mensen die onze actievideo's hebben bekeken, van de acties in Brussel, Brugge en Rotterdam, die zullen dat ook wel begrijpen. Maar vele anderen natuurlijk ook niet. Het is dan ook niet de bedoeling om met zo'n virale actievideo echt alle mensen te gaan overtuigen. Zo'n virale actievideo die moet heel veel mensen bereiken en triggeren. Dat is gebeurd. Door onze video tegen Drag Queen Story Hour werden miljoenen mensen bewust gemaakt van wat Drag Queen Story Hour nu juist is. En nadien hebben we dan. Een deel van die miljoenen mensen kunnen duidelijk maken wat er pedofiel is aan het voorlezen aan kinderen over genderideologie. Hetzelfde doen we nu met onze actie over de pedofiele vlag. Ongeveer een miljoen Nederlandstalige mensen hebben deze actievideo gezien. Een heel groot succes dus. En nu we die mensen getriggerd hebben, gaan we alles uitgebreider en diepgaander uitleggen met onder andere deze lange video, die we natuurlijk ook ja, zullen opknippen in kleinere fragmenten voor op TikTok en Instagram, omdat de meeste jonge mensen de aandachtspannen hebben van een gehandicapte goudvis. Ook ikzelf ben daar trouwens soms schuldig aan. Dat geef ik toe. Dus een aantal van die mensen die onze modus operandi niet goed lijken te begrijpen, die zeggen mij dan: Dries, gemaakt u niet populair zijn met die actie? Ten eerste, ik betwijfel dat. Want heel veel mensen moeten kotsen van die LGBTQXIZ-propaganda die ons continu wordt opgedrongen en in het minst aan onze kinderen. Als je die onzin zo constant door mensen hun strot duwt, ja, dan gaat er een tegenreactie komen. Ik denk dus dat er een heel grote, soms misschien te stille groep is die deze actie steunt. Ten tweede is er iets belangrijks dat de mensen die mij waarschuwen voor mijn populariteit missen. En dat is mijn doel in het leven en mijn doel als activist. Mijn doel is niet populair worden, mijn doel is impact hebben als nationalistisch activist. En de reden waarom sommige mensen het verschil niet zo goed begrijpen, is omdat ze politiek uitsluitend door een partijpolitieke parlementaire bril zien, waar je gewoon om de vijf jaar zoveel mogelijk stemmen moet halen. Dan klopt het inderdaad dat je best geen scherpe of controversiële standpunten inneemt, dat je best niet te veel actie onderneemt en dat je best een zo breed mogelijke groep kiezers aanspreekt. Dat betekent dus ook. Dat je je niet uitspreekt tegen die nieuwe staatsreligie, die LGBTQXYZ-secte. Want heel veel mensen zijn er bewust of onbewust aanhanger van. En je kan het je als partijpoliticus niet permitteren om de stem van die mensen te verliezen bij de volgende verkiezingen. Als activist ben ik gelukkig volledig verlost van die beknellende kettingen van de partijpolitiek. Ik hoef me nu geen zorgen te maken dat sommige mensen aanstoot zullen nemen aan een actie of een uitspraak of een video. Meer nog, als activist zou ik mijn werk heel slecht doen als er nooit mensen aanstoot aan zouden nemen. Een partijpoliticus moet zoveel mogelijk mensen aanspreken. Hij mag in principe niemand afstoten die ook maar een beetje twijfelt om op zijn partij te stemmen. In het geval van Vlaams Belang is dat bijvoorbeeld zo'n 60% van de Vlaamse kiezers. Ik vind daar trouwens. Als principe, niks mis mee. Hè? Dat is nu eenmaal hoe het huidige partijpolitieke systeem werkt. En dat systeem, dat is gewoon niks voor mij. Ik kan mijn werk veel beter doen als metapolitiek activist. Daar liggen die cijfers helemaal anders. Als activist die de maatschappij van binnenuit wil veranderen, moet je je focussen op een kleine, vocale en actieve groep van politiek geëngageerde mensen. Met een echt erg gemotiveerde activistische groep van. 5% van de Vlamingen kan je heel veel bereiken. Dit zijn mensen die iedere dag aan politiek doen. In hun aankoopgedrag, hoe ze zich uitspreken, wat ze eten, sportgezin, noem maar op. Dat is iets helemaal anders dan om de vijf jaar eens gaan stemmen. Ik meet het succes van een actie dus, ik zal het nog eens herhalen, niet af van hoe populair ik ermee word bij de massa. En al zeker niet van hoe populair ik ermee word bij mijn LGBTQXIZ. Waar meet ik het succes van een actie dan wel aan af, hoor ik sommigen onder jullie vragen? Wel aan twee andere maatstaven die ik nu zal uitleggen. Ten eerste de Overton Window. Simpel uitgelegd is het Overton Window de bandbreedte in het maatschappelijke debat waarbinnen de ideeën vallen die acceptabel zijn om te bediscussiëren en waarbinnen dan uiteindelijk de ideeën vallen die zullen worden omgezet in politiek beleid als je het hebt over de genderideologie, dan ziet dat er bijvoorbeeld als volgt uit. In het midden heb je momenteel zaken als de LGBTQIAI plus afkorting moet uitgebreid worden om inclusiever te zijn. En dingen als we moeten op school aan kinderen les geven over genderdiversiteit om kinderen toleranter te maken. Dat zijn vrij linkse standpunten, maar het Overton-window is, wat die LGBTQXYZ-issues betreft, de afgelopen jaren dan ook fors naar links opgeschoven. Het meest rechtse dat momenteel binnen het Overton-window valt, dat is iets zoals... Het is toch allemaal wel veel, hè? En laat kinderen eens kind zijn. Dat kan allemaal nog net. Hè? Zeggen dat holebies zich beter distantiëren van de T en de Q in LGBTQ. Dat is al net over het randje. Zeggen dat de vlag van de genderideologie een pedofiele vlag is. En zeggen dat die vlag moet worden uh, verbannen. Dat is al veel verder naar rechts, buiten het Overton window. En zeggen dat de regenboogvlag eigenlijk ook weg moet uit onze scholen en overheidsgebouwen. Ja, dat is al helemaal rechts van het overton window. En dingen zeggen als: kinderen moeten niet op jonge leeftijd leren over homoseksualiteit of transseksualiteit. Dat is, hoewel het nog niet zo lang geleden middenin het overton window stond, de dag van vandaag al extreem rechts van het overton window. Aan de linkerzijde van het overton window, nog net binnen het randje, daar staan dan dingen als: we moeten praten met pedofielen in plaats van ze te stigmatiseren. Is dat tegenwoordig gewoon al in de kranten wordt gezegd. En het er buiten dat overton window langs links staat dan bijvoorbeeld dat we alle kinderen genderloos moeten opvoeden en, een, en een op, op 18-jarige leeftijd zelf moeten laten kiezen. Maar het zal niet lang meer duren voor het overton window ook die richting is opgeschoven. Uiterst links staat dan de totale aanvaarding van pedosexualiteit. Iets waar, zoals ik eerder al zei, veel van de aanhangers van de genderideologie al vele jaren op aansturen. Met onze acties willen wij dat overton window dus. Naar rechts strekken En dat doe je dus niet door in je zetel te gaan mekkeren. het is toch allemaal wat veel. Hè? Zouden onze kinderen niet beter gerust laten. Maar dat doe je wel door scherpe en harde uitspraken te doen in virale video's en acties. Zo werkt activisme. En wat dat betreft, is onze actie heel geslaagd. Honderdduizenden mensen zijn beginnen nalinken over die genderideologie en de vlag die er het symbool van is. Doordat ik Af en toe is harde taalgebruik durven ook zij zich ietsje harder te gaan uitspreken wanneer hun kinderen weer eens een opdracht krijgen rond genderdiversiteit. En schuift dus dat overton window eindelijk een beetje op naar rechts. En de tweede maatstaf die ik gebruik om het succes van een actie te beoordelen, is hoeveel mensen je er diepgaand mee kan overtuigen. Het overtonwindow kan al opschuiven gewoon door een virale video. Maar als je echt een langdurig, grondig effect wil hebben, dan moet je zoveel mogelijk van die mensen die je hebt getriggerd ook effectief diepgaand gaan overtuigen. Dat kan met video's zoals deze, maar ook met een follow-up sociale media post zoals de geren die ik heb gepost na die virale video's. Wat beide maatstaven betreft, was ook deze actie dus een groot succes. Dat ik wat boze berichten eh, krijg. En zelfs bedreigingen of, of oproepen tot groepsverkrachtingen eh, van mensen die zich eh, terecht of onterecht identificeren als deel van een pedofiele ideologie, dat neem ik er dan wel gewoon bij. Mensen verwijten mij totaal onterecht dat ik holebies op één hoop gooi met pedofielen. Dat doe ik nooit. N Natuurlijk doe ik dat nooit. Wie dat wel doet, zijn de holebies en progressievelingen die zich aangevallen voelen wanneer ik ageer tegen pedofilie, tegen transgenderisme en tegen genderideologie? Net zoals Christiansen het heel terecht verwoorden, is het beste wat de LGBTQAI plus beweging kan doen voor holebies gewoon ophouden te bestaan. En het beste wat Hollebies kunnen doen is zich zo snel mogelijk distancieren van die beweging, van transgenderisme en van de genderideologie. Want niet ik, maar vaak Hollebies zelf en hun vertegenwoordigende gesubsidieerde organisaties, zoals Cavaria zelf, associëren zich met genderideologie en daardoor dus ook met pedofilie. LGB laat die T en die Q zo snel mogelijk vallen of ze trekken je mee in een moeras waar je de komende decennia niet meer uit zal geraken. Heel wat perverten en pedofielen hebben hun wagonnetje vastgehangen aan de beweging. Het aantal letters bij de 2SLGBTQAI-plus-afkorting groeit met de dag en dat is slecht nieuws voor onze samenleving, maar ook voor mensen die geen pervert zijn en geen psychologische problemen hebben en pedofilie niet willen normaliseren, maar gewoon een andere geaardheid hebben. Aan die mensen dus nogmaals mijn oproep, blijf weg van de genderideologie en iedereen die dat verderfelijke gedachtegoed uitdraagt. En de mensen die zich hebben laten vangen door de lokroep van het transgenderisme, die moeten we zo goed mogelijk helpen. Vele van hen zijn kwetsbare mensen die het erg moeilijk hebben. Door de medische sector en door de academische wereld en door de mediawereld worden ze geduwd richting chirurgische geslachtsverandering en daardoor vaak richting zelfmoord. Dat moet echt anders. Gelukkig ondergaan de dag van vandaag steeds meer mensen een detransitie, waarbij ze toch aanvaarden wie ze echt zijn. Een heel dappere beslissing waarvoor we goede omkadering en goede zorg moeten bieden. Onze actievideo's die bereikten Miljoenen mensen. Het is belangrijk dat ook deze video zoveel mogelijk mensen kan bereiken, want niemand anders durft deze moeilijke waarheden te brengen in een tijd waar de media, politiek, academie en zelfs justitie volledig in de greep zijn van woke- en genderideologie. Deel deze video dus met zoveel mogelijk mensen en steun ons ook door een abonnement te nemen via www.kiesdries.be. Ik kijk naar uit om je te verwelkomen. En dan kunnen we samen de strijd aangaan met de perverte.